Wij zijn de Westerlingen. Wij hebben de democratie uitgevonden en de verzorgingsstaat. De vrouwenemancipatie en natuurlijk het internet. Wij weten wel wat goed is voor de wereld. America first. Maar die wereld zit lang niet altijd meer te wachten op onze ideeën. En kijkt vaak totaal anders tegen de dingen aan. Daarom reizen wij voorbij ons westerse gelijk. Welkom in de wereld waarin wij steeds minder welkom zijn. Ik ben in Tripoli, een stad in het noorden van Libanon. Best wel spannend, want ik ben niet zo bekend met het Midden-Oosten. Wat ik er wel van weet, is wat ik op het nieuws zie. Oorlog, armoede en bomaanslagen. Hey, when barbershop new look? No, English. No? Barbershop, it's really near. En ik ken het natuurlijk van de verhalen over vluchtelingen. Wallah. Daarvoor ben ik naar Libanon gekomen. Hier wonen namelijk 1,5 miljoen mensen die zijn gevlucht uit buurland Syrië. En dat terwijl Libanon 4 keer zo klein is als Nederland. Dit land is overspoeld door vluchtelingen. Die zorgen voor overbevolking en werkloosheid. When barbershop new look. Barbershop new look. When? Is hier? Oké, shukran. Ik zou denken dat de meeste mensen hier staan te trappelen om te vertrekken naar een nieuw leven op een betere plek. Mijn rijke Europa bijvoorbeeld. Maar klopt het eigenlijk wel? Willen ze net als ik een Westerling zijn? Salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. How are you? Good, and you? Fine. Nice to meet you finally. You wanna make a saksuki? No saksuki. No, sex. No ring beard. I don't think it suits me. Dit is Adam. Hij heeft hier in Tripoli een hulporganisatie opgericht. En hij vindt dat westerse hulpverleners vaak geen snars van vluchtelingen begrijpen. Not too short, hè? Then I look like a baby. Bovendien hebben westerlingen vaak een heel verkeerd beeld van wie die vluchteling is. En scheren we ze allemaal over één kam. Adam kent veel Syriërs die alweer zijn teruggekeerd uit Europa. Of die helemaal geen trek hebben in het Westen. Zoals een kapper. He had a shop in Damascus. It was ruined from the bombing. Really? Yeah. Before I went to Lebanon, I thought the Syrians are refugees, they live in camps. Why do you think I have that image of Syrians? Out of what you see from the European news and the international news, you only focus on the camps, on the tents, on the misery of refugee camps. As you see, they are integrated. They have meat shops, they have accessory shops. They work from the morning till the end. بشكل عام هن اخذين فكره عن السوريين غلط نحن السوريين منا هيك يعني للاسف في طبقه فقيره وفي طبقه وسطى وطبقه معيشيه منيحه يعني بسوريا كنا كثير مبسوطين وعايشين وكنا مبسوطين كثير وعندنا مشافي ببلاش احنا ومدارس ببلاش William, do you want to remove your nasal hair? Wax? Is it painful? Yeah, try it, it's nice. Ik vrees dat dit heel pijnlijk gaat zijn. Oh my god. Can he be... Too short, nothing. Can he be soft? So. Yeah, a little bit soft. He can be soft. Okay. Oh, yeah, the camera doesn't have to see it. Oh, that's really painful. Oh. I'm a real man now, huh? Adam's kapper heeft het prima voor elkaar. Hij is helemaal geen vluchteling met vieze kleren in een modderig kamp. Hij is een vrolijke ondernemer die er niet aan moet denken, dat hele Europa. Adam heeft met zijn lokale hulporganisatie veel vluchtelingen opgevangen. Daar zaten ook mensen tussen die verder zijn gereisd, richting Europa. Hij vindt dat persoonlijk nogal dom. Een beetje je leven riskeren in een rubber bootje voor een compleet onzeker bestaan in Europa. Zo erg is het leven in Libanon toch niet? You must try, you try this. Maybe this one? You must try this feta. Yeah. It's nice. Yeah. What kind of effort is it for them to leave?
really some consider it as a gamble. They are gambling with their life. Some are selling their stores. They are quitting their studies. They are leaving their families behind. For which benefit? What's taken for granted in Europe, like safety, is a dream for some people here. Staying alive without getting persecuted is a dream. So they will do any effort to go to Europe. And whenever they are on the European soils and living in compounds, they are shocked. They cannot. They are stuck in the middle. They cannot go inside and they cannot go back. You compare it to their vision, how do they dream it, it's a big disappointment. And they abandon the best for nothing. Because here it's the best. For them, it's the best in a way. If they put the same effort and same money and same time here in their country, it's better and they will keep their integrity. Het verliezen van je integriteit, dat kost een migrant zo'n beetje 5000 euro. Dat is het gemiddelde prijskaartje voor een illegale reis naar het Westen. Een hele bak geld om met een bootje op goed geluk naar Europa te peddelen. Veel vluchtelingen zetten deze stap omdat de legale route heel bureaucratisch en bijna kansloos is. Als je het geld niet hebt om illegaal naar het Westen te komen, zit er maar één ding op. Die als vluchteling laten registreren bij de VN in Beirut. UNHCR, een tak van de Verenigde Naties, komen dagelijks zo'n 1000 tot 1500 vluchtelingen per dag zich inschrijven. En je moet je hier dus eerst ingeschreven hebben om überhaupt kans te maken om naar Europa te gaan. Ze noemen dat hier het gouden ticket. Een officiële toelating als vluchteling in een westerse land. Minder dan 1% krijgt dat gouden ticket. Het wil nog wel eens helpen als je een open ruggetje of kanker hebt, of christen of homo bent. Maar zelfs dan blijven onze westerse regeltjes om je toe te laten heel erg streng. Voor de meeste mensen hier betekent dit dat ze al 6 jaar zitten te wachten op een reis die ze waarschijnlijk nooit zullen gaan maken. Ik ben nog maar net binnen of ik word al meteen vastgeklampt. سنة من الأغذية يعني أنا وولادي وأمي أنا عم بدفع إيجار البيت 200 دولار أنا تسعة بوس بيقولوا لأنه نحن منا بحاجة طيب مين البحاجة إذا أنا عم بشتغل ب 200 دولار ما في رواتب أكثر من 200 دولار هون شو بنعمل بنشحط But what do you think I can do as a European to help you؟ أنا ترجمت أريد أسافر مع فتاة ما عم يقدر يشتغل بدنا نقعد إذا بتريدوا من بعد أمركم إذا بتريدوا من بعد أمركم خلصنا بدنا نقعد من بعد أمركم أستاذ بدنا نقعد خلص I can't help you لو I'm sorry عم شايف علي Yeah, I can't help you, madam Er komen steeds meer mensen rondom mij staan. Ze denken dat ik hen kan helpen als Westers persoon. En natuurlijk kan ik dit niet. Maar volgens mij grijpen ze ieder moment aan om met mij te praten, zodat ik iets voor ze kan betekenen. I can't help you. You have to wait in line here. Yeah. Je merkte dat die situatie waar we net in verkeerden, die werd steeds chaotischer. Hè? Mensen grijpen je vast. Je voelt gewoon aan alles dat zij zo wanhopig zijn. Dat ze verwachten dat jij iets voor hen kan betekenen. Dat je hen kunt meenemen. Huh? You want me to take you? Ja. Yeah. Ik vind dat best wel heftig.
voelde me heel erg heel hulpeloos, heel machteloos. Ik bedoel, ik werk hier niet. Ze zien mij als blank persoon, iemand die alleen een andere status heeft omdat ik de kleine boekje heb. Wat me zoveel meer privileges geeft als hen. Het voelt best oneerlijk. Veel vluchtelingen zullen na een dag wachten in de felle zon weer teleurgesteld teruggaan naar hun kamp. Merhaba, hayda mevrouw Minyara. Zo'n kamp wil ik wel eens met eigen ogen zien. So the place where we are going, how far is it from here? Like 5-10 minutes. Samen met mijn gids Tony ben ik onderweg naar het noorden van Libanon, naar de regio Akkar. Op 30 kilometer van de grens met Syrië ligt het vluchtelingenkamp Al-Ihasan. De meeste vluchtelingen die er wonen komen uit steden vlakbij, zoals Homs en Aleppo. Steden waar bijna niks meer van over is door de oorlog. We zijn nu bijna bij het vluchtelingenkamp. En ik merk dat het wel steeds spannender wordt. Omdat je merkt aan alles dat we er dichterbij komen. Het ruikt heel intens. Je ziet overal zwervend afval, plastic vooral. Wat ik vooral zo spannend vind is dat... Kijk, dat beeld dat ik heb van een vluchtelingenkamp, dat is vooral gevormd door de media, wat er in het nieuws is verschenen, wat ik in kranten heb gelezen. En nou ben je hier. Het is toch spannender, want opeens is het niet alleen maar een plaatje dat je ziet, maar zijn het ook mensen die je gaat spreken. Ik merk dat ik toch een ander beeld had van zo'n kamp. Natuurlijk, het is heftig dat deze mensen in een tent moeten leven, maar... How are you? Good? Hello, good. Op het eerste gezicht lijken ze vrolijk en niet alleen maar zielig. Ik voel me meteen welkom. En word zelfs uitgenodigd om in een tent te komen kijken. Oh, you have a baby. Het gevoel dat me bekruipt is... dat ik eigenlijk weer aapjes ben gaan kijken. Shukra. Bye. Ik voel me echt een beetje een voyeur. Zo iemand die... armoede aan het verheerlijken is... omdat we dat als doel hebben om hier te gaan draaien. Zouden zij dat nou ook zo ervaren? Zo'n westerling die met een camera door een kamp loopt te banjeren... op zoek naar armoede en zielige verhaaltjes... Waarom ben je nou een huilend kind aan het filmen en niet een blij kind? Hè? Dit is echt een goed voorbeeld van onze keuzes die we maken, waar we op focussen. Dat we een zielig kind filmen. Ja, daar staan heel veel kinderen te lachen. Waarom film je Dini? Al ga je nou mij een beetje de... Toch gek dat je als westeling weer geneigd bent om alleen maar huilende kinderen te filmen. Lekker dat zielige beeld bevestigen dat je al 6 jaar op tv ziet. Maar klopt dat beeld wel met de werkelijkheid? Ik ga naar het wekelijkse klasje van Syrische vrouwen in het kamp, waar ze discussiëren over zelfredzaamheid. Salam alaikum. Do you have some skepticism towards me? Because I am a Western film crew and maybe I want to create a story. That maybe is not the reality. هلا دائما عم يطلعوا اللاجئ هو كائن ضعيف. هلا في بعض المراسلين بيجوا مثلا بيهتموا لك كثير بالاطفال اللي يكون ثيابهم رثة او ولد عم يطمس بمي. يجوز مثلا بتلاقي نماذج انه ضعيفة بينما ما تلاقي مثلا بتلاقي نسبة قليلة اذا تعدوا على اصابع يد وحده بينعدوا. هل الشيء طلعنا وطلعوا هالصور عنا هي ما انا موجودة فيها. لأنه في كتير للأسف الشديد صحفيين تجاريين صحافتهم بس إنه تجارة ما بيراعوا فيها ضمير نهائيا. I come from the West. You don't come from the West. Would you like to change with me? Would you like to be me? لا هو الحرية اللي عايش فيها هو. بجوز ما تناسبني لإلي كإنساني كمسلمة كمواطنة هلا بنسمع كتير عن الدول إنه مثلا بواشنطن إنه منعوا الحجاب منعوا النقاب
انه للمسلمه في لها وضع غير وصعب، وانه على طول حاطينا هيك انه هي خط احمر وانه هي بتخوف، وانه انا هاي الحريه اللي هو عايش فيها انا بجوز ما احسن انا عايشه هنيك. فانا هون يعني في منطقه كلها دوله فيها انها اسلام وفيها مسيحيه وهيك، بس انه قادره اعيش، ما في حد بيقول انه ليش المنقبه ليش محجبه ليه، لا هنيك في عندهم صعوبه كثير بهي. يعني عم تقول على الحريه، هاي الحريه ما بتعني شيء إن اللي هي بالغرب، احنا حريتنا شكل هن حريتهم شكل، نحن لا عنا عاداتنا احترامنا، المرأة ملتزمة بدينها حياءها. Vreemd genoeg heb ik daar nog nooit zo naar gekeken. Als westeling denk je stiekem toch dat iedereen zit te wachten op onze manier van leven. Want vrijheid is blijheid, toch? Maar nee. Ik kom juist steeds meer mensen tegen die helemaal niet willen zijn zoals ik. Ik verlaat het vluchtelingenkamp en ga terug naar Adam in Tripoli. Hij vindt het belangrijk dat ik mensen ontmoet die teleurgesteld uit het Westen zijn teruggekeerd. I know here maybe a person. He went to Germany and came back. Adam brengt me in contact met Farouk. Farouk is onderdeel van de groeiende groep terugkerers. Hij is vorig jaar naar Duitsland gevlucht, maar kwam na 8 maanden teleurgesteld weer terug in Libanon. One of you is Farouk. Yeah, me. You're Farouk. I'm Willem. So this is a place where you often come. هذا المحل دائما تيجي عليه هون. هذا المحل دائما لأنه قعدته حلوة بتشرح القلب هون. You're smoking the shisha. Shisha, yeah. Really? Yeah. Shall we try? I don't need an extra plastic. No, no problem. I can. Yeah. أنا جديد. I first watched it. It's not working. It's not on yet. and isn't it something that you missed when you were in Europe? Because you were in Europe, right? هلا كهيك شغلات اشتقت لها اكيد عم لبنان كل يوم، كل يوم بقعد بس خلص شغلي بقعد بحط الشيشة وبشرب عرقيلة، انه كل يوم هيدي، بس باوروبا اكيد لا ما في منها، يعني كنا نطلع بالاسبوع مرة لنشرب شحطة واحدة. Farouk werkt als schipper op een toeristenboot. Hij maakt tochtjes door de haven en naar een aantal eilanden hier in de buurt. Hij die stagelt al met Alman. Ik ben 15 jaar sinds hij stagelt via. Wat beter toen dat naam stagelt via. Ik weet al met Alman. Did you already as a young boy dream of going to Europe? Or when did that dream start for you? Nee, ik weet maar toen ik was klein. بلشت فكرت من بلشت هون بلبنان الشغل يقل، ويعني بسبب اللاجئين السوريين وقت ما اجوا لهون على لبنان قل الشغل كثير خف، يعني صار المعلم هون لبناني يصرف شغيل لبناني وينزل بديله سوري، عشان هيك اثرت علينا وبطل في الشغل، عشان هيك وقت ما بطل في الشغل بطلت تقدر جمع مصاري لامن مستقبلي قررت سافر على اوروبا. Ik heb me nooit zo gerealiseerd hoe erg die vluchtelingen de samenleving hier op zijn kop zetten. Waar wij in Nederland vorig jaar al moeilijk deden over 14.000 asielzoekers, ziet de Libanees het als de normaalste zaak ter wereld dat je 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Veel daarvan worden geholpen door lokale hulporganisaties zoals die van Adam. Hey, hallo William. Hij werkt hard om de situatie in Libanon beter te maken voor vluchtelingen. Toch raar dat wij in het Westen de neiging hebben om vluchtelingen met angst en vrees tegemoet te treden. Terwijl het voor een Libanees als Adam zijn broeders zijn, die je vanzelfsprekend hoort te helpen. Adam runt een weeshuis met allemaal lieve kindjes, een middelbare school waar jongeren worden opgeleid tot verpleegkundigen en een heus ziekenhuis waar Syrische oorlogsslachtoffers worden opgelapt. Ik vraag me af waarom hij een eigen hulporganisatie is begonnen. Yalla. Terwijl er ook veel westerse NGO's zijn die de Syrische vluchtelingen proberen te helpen. International NGO's, they have their programs built upon the crisis. There are big numbers of refugees, camps, tents, they don't have no food, no shelter and they have you have war injuries. So the first 6 months they were building on this issues, providing shelter, safety and extra. After a month came, some new programs floated to the surface.
Women empowerment, clowning school, art courses and whatever. What does this clowning project mean? They brought the clowns to make a fun program to the kids. It's okay. But I think how much it costed. And you make them this program, or you bring them shoes, or proper warm clothes, or education, or food. That's what I'm thinking about priorities. So I know some program about using birth controls like condoms and pills and whatever. No, it's a taboo, it's against our teachings. Do you also think that they want to implement a Western ideology here? Some NGOs are abusing it in making missionary plans. Like what? Stories from the Bible. And I heard that some of these books are handed in Greek islands. Whenever the refugee enters, they give him a flyer. Best wel absurd dat er westerse NGO's zijn die vluchtelingen meteen proberen te bekeren zodra ze Griekenland hebben bereikt. En dat terwijl ze net hun leven op het spel hebben gezet in zo'n bootje. Onder het mom van, wij in het Westen weten wel wat goed voor jou is. Farouk is destijds ook via Griekenland naar Duitsland gevlucht. Hij laat me zien waar je tot begin vorig jaar zonder visum de veerboot naar Turkije kon nemen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zavdit Nanshoi. Shukran. Shukran. In Dutch we say proost. Cheers. من هون أغلبية العالم راحت على أوروبا تفوت بس كله راح نظامي من هون يقطع تيكت من قلب المرفأ تيكت ويتجمعوا حوالين الباخرة يروحوا وقت بالباخرة تضلوا 14 ساعة ليوصلوا على تركيا. In Turkije heeft Farouk via een smokkelaar een rubberbootje geregeld. بلم فلوكة صغيرة فيها بيحطوا شي 50 شخص يعني هيدي يسموها رحلة الموت هي بالفعل رحلة الموت لأن الواحد بس يطلع بقلبه بيشوف الموت بعينه يعني شفت شي يعني بحياتي ما شفتوه من يونان باصرنا نقطع هناك بجبال وديان من اليونان على صربيا مقدونيا بين حوالي 12 ساعة و 13 ساعة عندنا ماشيين على الطريق Like what was the hardest part? كانت صعبة كتير التجربة كتير قاسية نمنا ليلتين نمناهم بالغابة تحت الطريق إنه في جسر ننام تحته هالليلتين ما بنساهم بعمري هال And if you would know beforehand that it was so difficult, so tough, would you still have gone? لو عارف كل هالقد صعبة أكيد لو ما كنت طلعت عملت أبدا لأن مشقة كثير تعب لا نوم ما ننام وبرد يا راوي احكي حكاية دبيك تكون رواية احكي لي على ناس زمان Ik ben terug op het terrein van Adams hulporganisatie. Hij neemt me mee naar de moskee. Hij wil heel graag dat ik zijn geestelijk leider ontmoet, de Sheikh. Wie gaat? Goed? Zeer goed. Ah, ze spreken Duits. Adam denkt dat ik veel van hem kan leren. De Sheikh is namelijk ook ex-Europaganger. Hij heeft jarenlang in Duitsland gewoond. En hij heeft nogal zijn bedenkingen bij onze manier van leven. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. You've been in Germany, right? أنت بألمانيا أنت؟ إيه. Yes. No. How was it there? في كثير شفت كثير من الناس من الألمان وعندي أصحاب كثير أنا. هم عايشين فقط للدنيا. يعني شرب كحول ونساء وبار
ما عندهم شيء من الآخر، ما عم يفكروا كثير بالله عز وجل، هو اللي خلق الإنسان، خلق السماوات وخلق الأراضين، فحياتهم على الهامش يعني مثل المكانات أو مثل البهائم، يعني هذه صفات حيوانية، الحيوان يأكل يشرب وينام وينكح ويأتي بالأولاد، أما هذا الإنسان الله كرمه بالعقل وأعطاء الدين. روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فتأتي بالروحانيات، تأتي بالسكينة، إذا كان هذا الإنسان عنده الدين تأتي السكينة والطمأنينة اللي كل الناس، أغلب الناس اليوم فقدي السكينة والطمأنينة. فقولي واشرب. I myself, I don't believe, I'm not religious. How do you see me as a person? ضروري يعني أنت وأصحابك أن نتفكر شوي مثلا كيف بالدين، نتعرف على الله عز وجل، نتمنى لك إن شاء الله الدخول بالإسلام والاعتراف بالله الواحد الأحد عز وجل. Wat die Sheikh eigenlijk zegt, hè, dat is dat we in het Westen allemaal leeg zijn. En dat we, omdat we niet meer geloven. En dat die leegte hier niet bestaat omdat mensen hier wel geloven. Nou ben ik het daar natuurlijk niet mee eens. Ik bedoel, ik voel me helemaal niet leeg. Maar aan de andere kant, ik ben wel zoekende. Ik vind dat ook niet iets waar je je voor hoeft te schamen, dat zoekend zijn. Door zoekend te zijn, blijf ik ook nieuwsgierig in het leven. Die Sheikh kan vinden dat ik als een dier leef, maar ik heb geen behoefte aan die vastigheid of het groepsgevoel van een geloof. Wat dat betreft ben ik echt een product van het Westen. Bemoei je maar met je eigen zaken en laat mij lekker met rust. Misschien is die onverschilligheid van ons wel de reden dat Farouk niet kon aarden bij ons in Europa. Look at this. Did you also play this game in Germany? أكيد لا ما كان في حلقة لعب معمل أنا. فأتني له هالعادات الحلوة هيدي. فأتني له كتير. أهلي أكتر الشيء فأت لهم إنه كل ما فوت على البيت إنه لي أهلي بوشي فأت لهم كتير. And what was the moment that you decided to come back to Lebanon? أرجع أول شيء هناك يعني ما تأقلمت على الجو. فوقت ما حسيت حالي اني مضايق كثير خلاص بقى فيني قررت ارجع لهون، هون حياتي احسن مع اصحابي، بشوف اهلي، بحكي اصحابي، بنلعب شده. What is fundamentally the difference between Europe and Lebanon? هلا حسيت هناك الشعب ما بيسأل عن حدا، عايش حياته لحاله، عكس اوروبا كثير، هون مثلا مثل ما لك شايف بيقعدوا مثل عائله واحده، هونيك لا، هونيك كل واحد من شغله لبيته من بيته لشغله، ما بيسألوا عن حدا. Everybody here like cousin، شو بيقولوا قرايبين، like family. Als ik Farouk zo met zijn vrienden zie knuffelen, zie ik een soort verbondenheid met anderen, die ik zelf alleen maar ervaar als ik super dronken ben. Het is alsof het woord broederschap hier echt meer betekenis heeft. Alsof mensen het vanzelfsprekender vinden om er voor elkaar te zijn. Is dat misschien waarom veel mensen hier helemaal niet staan te springen om een westerling te zijn? Shukran. So, to conclude, what can I as a Western guy learn from you as a Lebanese guy? You must accept my uniqueness as a Lebanese Arab. And I must accept your uniqueness as a Western European citizen. We can help each other, but I cannot switch identities with you. Would you want to swap? No, never. Why not? I'm not impressed. By what? By Europe. And to be honest, I feel I will be treated as a second citizen, even though I stay for 10 years, 20 years, 30 years, if right win the elections and they go into power, maybe they get laws to surround me or to persecute me in a way or another, like what happened in the USA, the immigration plans, the whatever. I can't feel safe. And here you go. Here, yes. I am the first citizen. Thank you for watching this video. I hope you liked it.
Watch another recommended series on our channel or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.